Ja, een chaotische belevenis, maar waarvan ik verwacht dat het zaterdag toch wel allemaal op zijn plek valt. En dat we er heel veel plezier aan hebben. Geen idee. We zijn al enkele weken aan het repeteren van alles en nog wat. En er is geen touw aan vast te knopen. En we doen wat er gevraagd wordt en we improviseren wat. En in de afloop van de repetitie af, dan denk ik, wat heb ik nou in godsnaam gedaan allemaal? Yeah. Langzaam maar zeker wordt het iets duidelijker. Dus we dachten eerst, niet veel aan saai. Maar doordat we gisteren een flinke repetitie hebben gehad met nog andere koren. En toen kwamen we achter dat het eigenlijk veel meer achter zit dan wij dachten van het ene blaadje. We hadden enkel maar één blaadje met drie dingetjes erop. Dus ik denk dat het wel heel bijzonder is. Het is best wel lastige muziek, omdat er heel veel verschillende ritmes zijn. En ook dingen die helemaal niet zo ritmisch klinken. Maar dat moet dan allemaal op een of andere manier in elkaar gaan vallen. Het heeft Marlijn allemaal zo gecomponeerd. Dus dat is best lastig. Maar het is ook gewoon een uitdaging om gewoon toch gewoon, ja, te zingen en te laten horen. En volgens mij wordt het dan heel mooi. Wel leuk, maar soms als ik dan in het weekend moest ook oefenen voor al die liedjes en dan had ik er soms ook niet echt heel veel zin in om dan in mijn vrije tijd helemaal aan die liedjes te gaan oefenen. En het zijn ook hele moeilijke liedjes. Het is totaal anders dan wat we tot nu toe gezongen hebben. Gedaan, waarvan wij alleen maar een klein stukje hadden gedaan met het koor. Ja, het is prachtig als het in elkaar valt. En we denken dat het met duizend stemmen tegelijk zou zijn? Ja, indrukwekkend. Ja, het lijkt me prachtig. En verder heb ik geen enkel beeld. Ik heb het gevoel dat we ook veel zullen moeten wachten. En ik hoop dat ik het een beetje kan zien ook van wat de anderen doen. En ik vind het verrassend wat Marlijn allemaal maakt en hoe het in elkaar valt en hoe mooi het dan klinkt. Oké, 1, 2, 3, 4. Normaal zie ik weer thuis gewoon een beetje popmuziek. Dus wel voor het eerst dat ik dat zo precies zie. Omdat in het begin je staat er en je hebt niet eigenlijk een idee van waar het naartoe gaat. Ik heb vanmiddag de repetities meegemaakt, tenminste daarvoor ook. En uiteindelijk dan kom je toch wel, merk je toch wel op van hoe alles in elkaar gaat zitten. En wat verwacht je hoe het zaterdag zal zijn? Dat weet ik niet. Het is wel spannend. En ook een beetje eng. Het doet voor het eerst. Ik verwacht dat het heel erg leuk wordt. En waarschijnlijk ook rommelig, deels. Maar dat allemaal helemaal goed komt en helemaal in elkaar valt. We hebben vanmiddag een repetitie gehad met alle professionals, met de muzikale leiders en de solisten. En het was echt heel erg leuk en het klonk al ontzettend tof. En als al die stemmen erbij komen van die mensen, volgens mij wordt het echt geweldig. Vooral de reactie van het publiek was heel, heel grappig. Bijvoorbeeld de mensen die naast mijn koor zaten, wisten natuurlijk helemaal niet in het begin dat wij erbij hoorden. En ze hoorden ons zingen en waren van wow, zij horen er ook bij. Dat is wel heel leuk. Iedereen deed mee en dat was heel leuk. Dus mensen gingen op het podium, van het podium af, lopen en zingen tegelijk. Het was heel erg leuk. Ik had het idee dat het beter ging dan met de repetities. Dus het was volgens mij het ging volgens mij wel goed. En ja, leuk om te zien dat het allemaal vanzelf ging. Dus het stuk kreeg nu in één keer een zelfstandig geheel. En dat was wel leuk om te zien. En ook wel heel spannend natuurlijk.
Geweldig. Geweldig. Chaos in het begin. Dus ik ben helemaal verbaasd. Maar ik vond het geweldig om mee te kunnen doen. Ja, fantastisch. Hoe het nu gegaan is, heerlijk, leuk. En het was gewoon verschrikkelijk spannend allemaal. En elke keer als het weer over doen, hoor je weer meer en andere dingen. Dat is zo fascinerend. Waar naartoe ging en was het onzeker en dacht, nou zeg, wil ik wel meedoen, blijf ik gaan. Totdat je steeds meer hoort en het steeds spannender wordt. Heerlijk, ja. Dit is een heel andere ervaring voor mij. En ja, in het begin was het een beetje van aanvoelen, tasten, wat gaat gebeuren? Want het is echt een verrassing. En uiteindelijk heb ik dat hele gebeuren gezien. Het is indrukwekkend. Hartstikke leuk. Muziekspectakel, een muziekkunstwerk. En heel knap dat je kans ziet om 1000 amateurzangers in het gelid te krijgen. En logistiek het zo te regelen dat het ook nog allemaal klopt. Dat het niet misgaat. En dat het niet dingen door elkaar gaan die juist niet door elkaar moeten gaan. En dat de dingen die door elkaar moeten gaan juist wel door elkaar gaan. Soms met allemaal bijzondere dissonanten, wat het heel spannend maakt. En dan weer stiltes en meditatieve stukken. Ik vond het heel spannend om mee te maken. Die muziekstukken zijn heel vreemd. Je moet een beetje eraan wennen, maar het is toch wel heel mooi, vond ik. Ik had eigenlijk tot op het laatste moment niet echt een idee wat het zou worden. En vooral die soundscape die tijdens de repetitie nooit zo goed ging. Dat je in de zaal zit en allemaal geluiden hoort aan de buitenkant. Echt, nou, dat is heel erg mooi. Hartstikke leuk vond ik het. Ja, echt ook heel mooi. Ik vind solisten en het hele spel van al die klanken echt ook heel ingenieus in elkaar gezet. Dat vond ik een van het leukste eraan. Ja, met al die precieze tellen en noten en secondes. Ja. Dat van Marlijn gezien, gewoon als publiek. En toen was het ook zo'n klankenspel, zeg maar. En dat was dit weer. Maar ik vind het heel leuk dat hij dat zo doorzet. En dan nu in Carré, met zoveel mensen. En ik vond het fantastisch. En ik was eigenlijk ook echt ontroerd. Ik vond het zo mooi, die samenwerking met al die mensen die zoiets moois maken. Ik vond het, terwijl ik stukjes alleen maar gehoord heb, vond ik het echt prachtig. Helemaal ondersteboven. Ik vond het zo ontzettend leuk om het nu voor het eerst helemaal te horen. En we zijn helemaal opgetogen. Tijdens onze repetitie doe je maar een heel klein stukje van jouw subcore. En dan denk je van, wat moet dit in godsnaam worden? Dat is hartstikke leuk. Als het weer gebeurt, ga ik weer meedoen.